Een vierde indicator is de High-Low Index. Concreet kijken we hiervoor naar de aandelen uit een index of uit een beurs en we kijken welke aandelen momenteel op hun hoogste punt sedert 52 weken, sedert een jaar staan. Dus echt vandaar op hun hoogtepunt staan. We kijken ook naar het aantal aandelen die vandaag de dag, sedert een jaar, op hun laagste punt staan. En hoe berekenen we dan de record high percent? Wel, we kijken naar de aandelen op hun hoogste en op hun laagste. Stel 1000 op hun hoogste, 500 op hun laagste. Dan hebben we een totaal hoogste en laagste van 1500. En het aantal hoogste was 1000. Wel, de indexwaarde wordt 1000 gedeeld door 1500. Dat wordt 66%. Dus we delen het aantal hoogste aandeel op hun hoogste punt door de som van het aantal aandelen op hun laagste en hoogste. En dat levert een percentage op. En om de grilligheid van dat percentage wat af te vlakken, past men daar een moving average, een koersgemiddelde van 8 op toe. En dat levert dan onderstaande grafiek op. De interpretatie, dus hier momenteel zien we dat 88,93%, dat wil zeggen dat momenteel toch een pak meer aandelen op hun hoogste punt hebben dan op hun laagste punt. Dit is eerder positief. Men stelt als de high-low index boven de 70 zit, dan praat men van een sterke uptrend. Dus de koers die evolueert nog steeds sterk opwaarts. Boven de 70 is positief. We kunnen even kijken op de onderliggende grafiek, de S&P 500. Dus inderdaad, die index high-low index zat hier tot daar in een stevig stijgende trend. En dat hervatte hier tot hier wederom in een stevig stijgende uptrend. Onder de 30, wel, praten we eerder van correctieniveaus. Dus minder dan 30% van het totaal aandelen laagste en hoogste punt noteert momenteel op zijn hoogste punt. En fases waar die index zich onder de 30% bevat, zijn doorgaans fases waar de beurs daalt of uitbodemt. Dus onder de 30 zijn we eerder waakzaam om in de markt te stappen. Hoe dieper, hoe beter de opportuniteit. Dus je zou kunnen stellen, boven de 70 hou ik mijn positie aan. Zie ik dat me onder de 70 gaat, dan zou je kunnen zeggen, kijk, die sterke uptrend die kalft wat af. Ik bouw een rustpunt in. Laten we even live kijken. Vandaag, 15 maart, zien we die high-low index die gezakt is richting 54%. Dus door de 70. Dus hier zou je kunnen stellen, ik bouw een rustpunt in.